Onbekend maakt onbemind. Het gesprek. Vanavond bij Meer Radio in de Studio heb ik een gesprek met dokter Chander Mahabir. Chander, goedenavond en welkom. Ja, goedenavond, Dije. Laten we helemaal teruggaan uh, op het moment dat je nog in Suriname bent. voordat je naar Nederland kwam. En uh, vertel me iets korts uh, van je jeugd, hoe je dat doorgebracht hebt in Suriname. Ja, ik ben een zoon van uh, arme reisboeren En uh, woonde aan de Quantijnpolder in Ikeri. Vanaf de reisbouw, kijk, als je naar school gaat, in Ikerië, je komt terug. Dan is het bij de reisboeren zo, je levert je boeken in, je eet en je gaat werken. De stelling van mijn vader was altijd, waar er niet gewerkt wordt, wordt er niet gevreten. Punt Aha. uit. En met andere woorden dus, als je wilde studeren, dan moest je de avonduren doen. En bovendien was overdag, alle huizen waren omringd door kleine kinderen en Harry en dergelijke, dus we waren zo gedwongen om s'avonds avonds te studeren, maar keihard werken en uh, ik denk dat je dat voor je leven lang motiveert Dat keiharde ja. werken, de discipline die je bijgebracht wordt, uh, ja, daar ben je altijd mee is daar eigenlijk gevestigd. Maar had je ook wel steun in je omgeving om uh, door te zetten in je leeractiviteiten? Nee, we hadden weinig, uh, weinig echte uh, 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 voorgangers die het goed gedaan hadden in het, in, in het onderwijs of in universiteit. Dat hadden we niet. Maar uh, het was keihard werken na je school in de landbouw. Ik had één ding en dat in mijn achterhoofd. Ik wil hier nooit meer terugkomen in die modder, in de zon, in de felle zon. Ik keek altijd naar boven. Wanneer is het 12 uur? Dan hadden we pauze. Wanneer heb je pauze? <laughs> ja, ja, ja. Het was dus ook de eigen motivatie. Natuurlijk had je wat hersenen. En, en uh, mijn vader zei ook wel eens: In een put waar er geen vis is, dan kun je blijven vissen, maar dan komt er niks uit. Dus je moest ook zeker je eigen talenten meenemen, hè, die heb Absoluut. je gebruikt. Die heb je ten volle benut. En gemot gemotiveerd natuurlijk door je door de plaats waar je was, door de landbouw werden waar je niet terug wilde gaan. Maar toen kwam het moment dat je eigenlijk uh, voor je, na je eindexamen, denk ik, hè, na je middelbare school, de overtocht naar Nederland gaat maken, hè? Hoe is dat aangeboden? Hoe, hoe ben je dat uh, tot je uh, ja, eigen ik, 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 heb, ik, heb, ik heb lagere school en de school in een keer gedaan. En ik ben daarbij ontzettend geholpen door een leerkracht. Uh, ik moet zeggen, dat is niet te geloven als de mensen zo uit de modder kunnen halen. Lagere school, school, overal Cum Laude geslaagd. En dan naar de middelbare school in Paramaribo. Want dat was toen de tijd de enige optie, de AMS. Daar ben ik in 1968 ook een van de beste geslaagd. En met pijn en moeite, ondanks het feit dat je Cum Laude slaagt. Bij de moeite kreeg ik een beurs om geneeskunde te gaan studeren in Nederland. Ook toen de tijd was het neems en faces En gelukkig ben ik daarin gesteund door Lachman, mijn buurman. En die, 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 die zag van, hoe kan mijn buurman, cum laude geslaagd... niet eens in aanmerking komen voor een gesprek. Toch wel de bekende politicus Lachman. De bekende politicus was mijn buur, buurman in Ikeri. Nou, dan heb je even mas gehad, Maar je eigen talent heb je natuurlijk ten volle benut en ingezet. Uh, toen je de overtocht maakte en je kwam in Nederland aan... hoe was dat voor jou ja, dat was uh, een cultuurschok in die zin dat je, dat je hier in 1971 uh, aankomt. En, uh, en een van mijn naaste vrienden, Henny Bagwandien, tegenwoordig huisarts in Suriname, uh, komt schipvol aan, de deur gaat open. En eerst wat hij zegt, Chander, wat zijn die bakkers toch slim? Ze hebben het hele land ge Het was koud buiten, nee, ik dacht dat er airconditioning was. Dat soort zaken. En uh, toen kwamen we terecht in een kamer van 4 bij 4. Dat was voor ons geregeld, een studentenkamer. En uh, nou, van daaruit zijn we in Leiden begonnen met de studie geneeskunde. Ja, en het eten beviel het een beetje in Nederland? Nou, de eerste dag toen we kwamen, dat was, uh, dat was natuurlijk... Uh, de dag daarna was zondag. Maar mijn oude moeder, die had een hoop roti. Twintig stuks ingepakt. Zeg, zoon, je weet maar niet waar je terecht komt. En uh, neem maar mee. Maar mama, waarom ga je een rotti meenemen? Neem maar mee. Nou, de zondag erop toen we aankwamen. Alle winkels waren dicht. Alle studenten collega's bij mij. Wat gaan we eten? Ik zeg, jongens, ik heb twintig rotties. Die was ook zo op. <laughs> Die waren heel snel op natuurlijk. <laughs> heel snel op. En vervolgens ben je natuurlijk gaan studeren. Met succes. Ik heb uh, in, uh, in Leiden geneeskunde gedaan. En overal, zei ik net, kom nodig geslaagd. In Leiden. Zij professor Bastiaans, uh, meneer je spijt ons. En toen schrok mijn familie: oh, die man heeft het niet gehaald. Maar meneer Mahabir, u bent op één punt melk om geslagen. Het was de motivatie die je dreef om hier geen zootje van te maken. Je kwam er van een arm gezin en je wist: nee, ik moet het halen, ik moet het goed halen. Ik ga zo meteen verder uh, met je uh, over je specialisatie en hoe je tot chirurg bent gekomen. Oké, okay. tot zo. Nahi. Ik ben niet boos op jou, maar van mijn stuk gebracht door het leven. Oorspronkelijk van de nachtegaal van India, Latemangisker, In een prachtige cover gezongen door Anju Panta. Onbekend maakt onbemind. Het gesprek. Ik praat verder met dokter uh, Mahabir. Uh, Chander, toen je chirurg wilde worden, hè, hoe heb je die stap gemaakt? Wat, wat bracht je ertoe? Ja, ik wilde altijd al chirurg worden vanaf de lagere school al. En uh, na mijn periode in Leiden kreeg ik de gelegenheid om naar Helen te gaan. om in opleiding te komen voor de chirurgische opleiding. Die heb ik daar afgemaakt. En uh, toen ik klaar was met de opleiding. zag ik al dat er heel veel mensen, heel veel chirurgen. al op zoek waren naar een baan, maar niet konden vinden. Nou, toen heb ik uh, de moed opgevat om te gaan promoveren. om in echt geval met die. Kop boven je maaiveld te steken. En ik ben in 1989 gepromoveerd en heel veel gepubliceerd, heel veel PR omheen. Dat was een methode die nationaal en internationaal veel aandacht trok. En dan merk je dus dat, ondanks je Hollandse collega's aan baan zoeken, dat ik op dat ogenblik op drie plaatsen een plaats aangeboden kreeg. Ook omdat je. Gedurfd heb om boven die Maaiveld, je kop boven de Maaiveld te steken en te laten zien wat voor kwaliteiten je had. Maar kan je iets vertellen over de methode die je toen bedacht hebt? Er is een, is een uh, methode geweest van darmoperaties, waarbij mensen met gezwellen die ineens vastlopen en opgenomen worden, niet drie keer, maar in één keer geopereerd konden worden. Het was een uh, hele mooie methode. Nu hebben we andere trucjes en techniekjes, maar toen de tijd nationaal en internationaal heel veel aandacht getrokken. Oké, okay. en daarmee verwierf je ook zeg maar, een goede naam. Onder de opleidingsplaatsen die werden je aangereikt. En waarom heb je voor heerlijk gekozen vanuit Leiden? Weet je, dus weet je, mijn stelling is: waar een plaats is, daar ga je. En de opleidingsplaatsen waren natuurlijk niet, waren heel dun bezaaid. En ik kreeg toevallig gelegenheid om daar te gaan. En dan moet je benutten. Waar dan ook, als ik maar opgeleid kan worden, dan ben ik er. En uh, dat heeft me echt heel veel, heel veel publiciteit na de promotie gebracht. Waardoor je. Wat de mensen zagen. Kijk, ik ben een bruintje. En als bruintje, toen de tijd ook, oh, kwam je niet zo makkelijk aan de bak. Maar, ik zeg het, misschien houdt de bakra niet van je kleur, maar de kwaliteit kent geen kleur. En de bakra is Nederlander, hè? Ja, Nederlander. Ik zeg maar zo, de meeste surnamers. Dus, ondanks dat, het ging meer om de kwaliteit van jou, uh, yeah, de producten die je afleverde. Als zierig, dan wie je was. Je ja, afkomst. maar wie, wie We, we, we zeuren vaak te veel van. Uh, ja, we krijgen geen kans. Maar mijn stelling was. Laat me zien wat ik waard ben. Laat me zien dat ik boven. Uh, een heleboel mensen sta. Met mijn publiciteit, met mijn artikelen en dergelijke. Omdat je je waarde ook verhoogt. Ja. Dus daarmee heb je je kansen vergroot. Ja, absoluut. Zeg maar. absoluut. Ja. maar naast je uh, werkend leven, zeg maar. Je baan, je promotie. In de. In de Mid overdag was je chirurg, s'avonds was je aan het promoveren en studeren. En in het weekend uh, ook druk. Ja, kijk, als je gaat promoveren, en ik heb het heel moeilijk gedaan, ik heb de helft klinisch in een ziekenhuis en de helft experimenteel gedaan. En omdat ik zo gemotiveerd was, heb ik drie jaar lang geen vakantie opgenomen, geen notas, geen verjaardagen, geen feesten. Om alleen maar proefschrift af te maken, omdat ik voor de helft van de tijd in het laboratorium moet zijn. En mijn opleider zei, sorry, promoveren doe je in vrije tijd. Keihard, maar zo was het toen de tijd. En toch heb ik in drie jaar gehaald. Mijn hoogleraar greep, zei ook. Er is nog nooit iemand gelukt, maar prof, hier ligt het. Ik weet nu van jou persoonlijk dat je vader bent van kinderen. Drie kinderen met name. Ja. Hè? Succesvol en uh, helemaal goed uh, gelopen met hun. Uh, maar hoe combineer je dat? Je vaderschap, je druk bestaan als chirurg. Enzovoort. Ja, dan moet je een vrouw thuis hebben die in staat is dat op te vangen. Hè? Want uh, uh, in de opleidingstijd en de promotietijd is het zo intensief, het is niet voor te stellen. Uh, en je bent ben natuurlijk behalve dan werkend persoon, uh, vader, ben je ook iemand die sociaal betrokken is. Wat heb je in die tijd uh, daarmee gedaan? Ik ben natuurlijk in, vanaf 1991 druk bezig geweest met de ondersteuning van de gezondheidszorg in Suriname. Na de revolutie, men had niks. Men deed een beroep op ons. En uh, toen zijn we bezig geweest om de gezondheidszorg, materieel vooral, enorm te ondersteunen. Ik zal in het volgende deel ga ik daarop in. Maar ik wil even weten hoe je in je vrije tijd uh, ook uh, met vrienden en, en dergelijke. Wie jij, ik, ik, ik sportte, <laughs> ik deed heel veel zaken. Maar ik heb één ding geleerd: als je druk hebt, moet je tijd goed indelen. En, uh, en dan kun je nog zoveel doen. Daarnaast heb je dus ook nog uh, stichtingen opgezet. We Stichting Cohesuur en uh, om de coördinatie ondersteuning, gezondheidszorg Suriname, om Suriname op een hoog niveau te kunnen ondersteunen. En uh, zoals je ook wel eens weet, er zitten een heleboel andere stichtingen nog. Maar Suriname trok me aan, ik kom vandaan ik zag de ellende en in en, en, en de zorg vooral daar. Dus je kunt hier zitten, je hebt de netwerken, je hebt de gelden, je hebt alle mogelijkheden. Het zou jammer zijn om. Dan Suriname niet te steunen. En dat steunen we tot nu toe vandaag ook. Wat heb je in Suriname uh, uh, kunnen opzetten? Heel veel. Opleidingen, congressen. Ik het is echt te veel om in dit studio op te noemen, maar ontzettend veel. Je hebt ook in Nigeria uh, gewerkt voor een ziekenhuis, een steekziekenhuis? Kijk, in, in, de meeste werk heb ik gedaan in Paramaribo met opleidingen. Noem maar 2004, opleiding voor diabetes, verpleegkundigen, suikerziekten in toe. En... Uh, Daarna de laatste tijd deed toen de directeur een beroep op ons. We hebben geen specialisten in Ikeri. En uh, nu zijn we ruim twaalf jaar bezig om het ziekenhuis in Ikeri te voorzien van specialisten. Ik ben de coördinator. En tot nu toe gaat het goed. Maar zoals we vandaag hier zitten weten we dat mijn gezondheidszorg in Suriname zeer en zeer beroerd gaat. Ja, je bent nu wel gestopt in Nederland. Je bent gepensioneerd als chirurg, Maar je gaat toch wel door als. Uh, hoofd of chirurg? Ik, ik, ik coördineer de, de, de specialisten. Ik, uh, ik ben nog steeds ingeschreven als chirurg daar. En ik operer hier in Nederland op de poli. Uh, op het drukke poli van mijn vrouw, waar ik kleine verrichtingen doe. Dus ik blijf druk bezig, ook op mijn vak. Maar daarnaast ook met allerlei stichtingen op het sociale gebied. In Onbekend Maakt Onbemind was dat Choralia... Nu dat je mijn hart gestolen hebt, ontzeg me niet je blik. Een klassieker van Aja Bosle en Ravi... in een prachtige koffer, gezongen door Jonny Gandhi, begeleid door het schitterende Spaanse gitaarspel... van Anton Apostoloff en Sahil Khan en vele andere artiesten... opgenomen in Toronto, Canada. Onbekend maakt onbemind. Het gesprek. Jander, ik ga met jou verder in het gesprek over je andere activiteit... want de, de anderen waren vrij serieus en vrij zware wel belangrijke dingen die je gedaan hebt voor de maatschappij, Suriname en Nederland, maar ik wil ook kijken naar jou als mens. Uh, daarnaast heb je laat je inspireren en je hebt daarvoor een stichting opgezet, een sociëteit. Kun je daar meer van? Ja, ja, wat je, je merkt in deze maatschappij, mensen worden individualistisch. Iedereen is ik, ik, ik en uh, uh, we waren een tijdje al bezig. En nu meer dan 35 jaar geleden. Om met vrienden thuis bij iedereen. Om de beurt muziek te maken, te zingen. Wat te koken, wat te eten. En, 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 en ook muzieklessen te volgen. Om ons steeds te perfectioneren. Het was een hele leuke, leuke groep. En uh, toen hebben we Tagore opgericht. Omdat het aantal mensen die mee wilden doen groter werd. En uh, zoals je zei, Tagore, Jozef Supersaat. Super Ramlal was erbij. Een paar andere bekende figuren. En zo is dan Stichting. Uh, Tagore ontstaan, waarbij we het vaste concept van Tagore is een goed buffet. Mensen komen van heinde en verre, die hebben hard gewerkt, een goed buffet en daarna uh, voordrachten, voordrachten van mensen hoeven geen academici te zijn, maar mensen die iets bereikt hebben, als voorbeeld. Naar, naar onze jongeren toe. Kunst en cultuur, schilderwerken en allemaal. En aan het einde van de avond hebben we standaard een dansavondje... op dat men na het harde werken in een vertrouwde, gemoedelijke... gezellige sfeer de benen even kan losschudden. En ook dat je kan netwerken hè, als jongeren... om voorbeeldfiguren onder je, in je gemeenschap te vinden. Heel bijzonder, heel bijzonder. En voor de jongeren is de drempel om ons te benaderen... Uh, met onze netwerken laag... En dat stimuleren we ook. En we zien ook uh, gelukkig door de komst van de jongeren dat ook een heleboel trouwpartijen onderling ontstaan zijn. Dat is wel heel leuk. En voor jong die stichting ook? Uh, treden ze ook toe tot jullie bestuur? Gaat het uitbreiden? We hebben met opzet, uh, denk je, natuurlijk langer dan je neus is. En uh, we hebben jongeren in het bestuur ook opgenomen. Joy, Joy, die ken je, die trekt de jongeren. En we Inderdaad. proberen steeds meer en meer jongeren te betrekken. Maar wie het het, 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 het het lijkt alsof de jongeren. Uh, het, het, het normale bestaan van huisje, bompje, beestje prefereren. Maar je merkt ook dat de belangstelling er is. Dan probeer je ze wel bij te halen, want dat is de toekomst. Ja, dus je, dus je probeert met je diversiteit aan activiteiten. Hè, uh, jongeren ook een podium te geven. maar ook zelf actief uh, aan te zwengelen tot de activiteiten. Hebben jullie in de uh, planning staan.? Want jullie bestaan nu 25 jaar. Ja. Wat hebben jullie in die planning staan voor de toekomst? Uh, in de planning. Uh... Aan de jongeren blijven werken. Nogmaals, we zijn er morgen niet meer. En dat is een prachtig instituut, de stichting. En, maar we denken ook verder. We hebben laatst 25 jaar bestaan gevierd. Je was er ook bij. En een van de slides die ik presenteerde was: jongens, hoe nu verder na 25 jaar? Er zijn nieuwe plannen. We hebben binnenkort een dag. Heide dag is bekend in Nederland om terug te trekken om na te denken. En misschien mag je wel verklappen. We zijn bezig met, uh, met de Stichting Dosti, met Gandhi Poeren. Te kijken of ah, met een Filharmonisch orkest. Of we daarmee bij Tagana kunnen gaan oefenen. Om dat in een groot en goed te doen. Met dus Nederlandse ja. mensen. En uh, zoals je weet, Gandhi Poeren is daar druk mee bezig. Heleboel mooie plannen hebben we ook om de jeugd en andere te blijven trekken. Maar voordenken van... niet vastroestende gedachten die we al hebben... maar doordenken. En nogmaals, bij het Havana, gespeeld door Hollandse vrienden, Hollandse muzikanten... dat zou uniek zijn. Ja, heel uniek. Maar wanneer is je planning eigenlijk? Is het in de zomer of is het... Uh... Nou, de planning gaat wat langer duren. Kijk, we hebben afgelopen periode samen met... Iwan Raghubazin, helaas weilen uh, secretaris van onze bestuur... een concert gehad, Hamarstanami Haganah... in het Anton Philipszaal volgeboekt, prachtig, waarbij de oude liederen van vroeger... van Goerder Kala en dergelijke gezongen werden door de jeugd van nu. En zo denken wij ook aan het Philharmonisch Orkest. We gaan toch met ze trainen en kijken hoe we het bij kan gaan doen. Hartstikke mooi. Ik denk dat het de toekomst biedt aan de jongeren. Perspectief ook, voor hun eigen ontwikkeling... maar ook voor hun ontwikkeling als mens. Om zich als breed mensen te ontwikkelen. Je biedt ze, je biedt ze een veilige, gemoedelijke plaats waarmee ze kunnen netwerken. En door die netwerken kan die groep groter worden. Ik hoop dat je dat uh, werk nog kan voortzetten en kan overdragen. Heel veel succes. En ook op die heidedag. dag. Goed jij, dankjewel voor deze gelegenheid. En uh, tot gauw. Tot gauw, uh, Chandler. Onbekend maakt onbemind. Nu komt Gina G.